het is hartstikke mooi dat wij als Antwerp daar naartoe gaan. Dat je tegen Barcelona speelt. Ja, dat had vorig jaar aan het begin van de competitie, een jaar geleden, exact nu een jaar geleden, had niemand dit verwacht. Dat wij in staat waren om kampioen te worden, ons te kwalificeren voor de Champions League. Dus het is gewoon uniek. Waarom Antwerpen? Omdat ze mij gevraagd hebben, allereerst. Beetje rauwe club, fanatieke fans. Een club in opbouw, 7 jaar geleden nog in de tweede klasse. Je begint de competitie, je wint 9 keer op rij. Dat is een record van 1931, speel je uit de boeken. Dat je dan kampioen wordt met een doelpunt van Toby Alderweireld. Ja, dat is magnifiek. Ik herken hoe zij zich voelen en daar kan ik ze op voorbereiden. Heel veel trainers gehad, op hoog niveau bij grote clubs. Van iedere trainer een paar dingen meegenomen, manier van voetballen, maar ook in omgang. Hoe ga je met spelers om? Dat een beetje met mijn eigen spelidee samengevoegd. Agressief naar voren, balbezit, met veel plezier en nooit opgeven. Als je de eerste keer meedoet in de Champions League, de fans, de stad. Je merkt aan alles dat we iets bereikt hebben wat uniek is.